Management Team Noord, accountants en adviseurs en bouwbedrijf Rotterdam BV, official partners van ACV TV. Op de eerste lentedag van het jaar qua temperatuur zijn 600 toeschouwers afgekomen op het duel tussen koploper ACV en hekkensluiter Dato Twenterand. Trainer Oosting kan weer beschikken over Menting en Burenmeijer, zijn blessurevrij. Wagenaar speelt op de linksbackpositie. De middenvelders Veenstra, Mulder en Burenmeijer spelen ook volgend seizoen bij ACV. Tijdsma staat in de punt van de aanval. Dit zijn de basisspelers van Dato. Een mix van talentvolle spelers met ervaren spelers uit de top van het amateurvoetbal of als prof. De voormalige ploeg uit de topklasse zit in zware weer. Degraderen naar de eerste klasse is een realistisch scenario. In de aanvalslinie staat Stef van der Velden. Hij is bezig met zijn eerste seizoen en topscorer met 8 goals. De scheidsrechter is Colin Prooi en heeft 260 kilometer uit Hellevoetsluis moeten rijden naar Assen. Hij floot dit seizoen niet eerder ACV of Dato. De kans is groot dat Dato verdedigend gaat spelen en ACV laat komen. Diepe bal op Tijdsma. Raakt weliswaar de bal, maar gevaarlijk is het niet. Mulder anticipeerde goed, maar kwam net te laat. De wedstrijd is nauwelijks 1,5 minuut oud en ACV zet een aanval op via de flank. Pap verdedigt niet goed. De jonge Rosa in kansrijke positie. En hij had zijn ploeg in goede dienst kunnen bewijzen door raak te schieten. Plumus legt klaar voor Landenweert. En Vos doet wat hij moet doen. Werkman speelt met veel overtuiging. Bal gaat naar Tijdsma, gelijk door naar Veenstra. En Dato blijft op de been. Hoor je Veenstra, de hardwerkende middenvelder die nooit verzaakt. Holder. Slimme voorzet op Mulder. En Landenweert blokt het schot. Van der Velde. Zijn schot gaat wel erg ver naast. Heeft een duidelijke voorkeur om met rechts te schieten. Jonge Rosa zoekt het hoofd van Tijdsma. En zo krijgt ACV weer een kans om te scoren. Jonge Rosa geeft de bal aan Burenmeijer. Kan schieten. Maar richting en snelheid ontbreken. Na 33 minuten spelen neemt ACV een corner. Mulder met de kopbal, maar de bal wil er niet in. Prima kans voor de topscorer van de hoofdklasse C. Dato vindt het tijd worden om zich te begeven op de helft van ACV. Voorzet gaat helemaal naar de andere kant. Landenweert vraagt de bal op. Voorzet naar Rekers, maar die komt tekort. Rekers kwam onder andere uit voor Heracles Almelo, VVV Venlo en AGOVV. Werkman gaat mee naar voren. Werkman kiest positie. En kan koppen en Mulder schiet 1-0 binnen. Maar het doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Mulder met een technisch begaafde actie. Maar de bal bereikt Holder niet. En het was goed vertoeven op het Univé Sportpark dankzij de zon. Vraterman heeft alle tijd voor een voorzet. Eenvoudige bal voor Vos, zo leek het. Maar goed dat Wagenaar erbij staat. Daardoor loopt het met de sisser af. Met nog 3 minuten voor rust neemt Dato initiatief. En Wagenaar moet er opnieuw voor zorgen dat het niet verkeerd afloopt. Hij geeft een corner weg. Dit zijn de momenten waar Dato het van moet hebben. Vos met zijn vuisten waar hij patent op lijkt te hebben. Doet dat verder goed uiteraard. De laatste aanval van de eerste helft is voor ACV. Mulder brengt in.
Tijdsma. De jonge Rosa haalt hard uit, maar het blijft 0 tegen 0. Dat is ook de ruststand. Werkman. Met een uitstekende diepe paas op Buurmeijer. Vanuit een moeilijke hoek. Tijdsma staat goed, maar krijgt de bal niet. Holder laat zien hoe begaafd de speler hij is. Mulder doet dit overigens ook heel fraai. Alleen het vervolg is minder. Er is een uur gespeeld. Tijdsma kopt naar Mulder. Mulder met de assist en Menting met de goal. Danny Menting zorgt voor een grote ontlading. Hij zorgt ervoor dat ASV op voorsprong komt. Voorzet Mulder en Menting schiet tegendraads in. Vrolijke gezichten in en langs het veld. ASV op voorsprong. Het is in de 60ste minuut dat ACV de score opent. 1-0 door een doelpunt van Danny Menting. Corner voor Dato. Tijdsma verdedigt goed mee. Defensief is ACV nog niet echt in de problemen gekomen. Tijdsma jaagt op de bal. Onderschept de bal goed. Maar hij kiest de meest moeilijke hoek om Jarburg te omspelen. De oplossing lag op rechts. Ja, hij weet het. Corner voor ACV. Na ruim 70 minuten spelen. Menting naar Buurmeijer. Een werkman tikt de bal net naast. Het geluk zit hem niet mee. Buurmeijer met aanloop. En Jarburg moet de bal wegboksen. Sjerstep neemt de vrije trap namens Dato. Veilig in de handen van Vos. Sjerstep mag het 2 minuten later opnieuw proberen. En ditmaal kijkt Vos de bal naast. Zo kun je het ook doen. Werkman gaat de vrije trap nemen. En Menting trekt een sprint van eigen helft. Maar Menting komt net te kort. Goed geprobeerd. En met nog 7 minuten te spelen is de overwinning nog niet veiliggesteld. De jonge Rosa kan profiteren van een fout van de verdediging van Dato. Maar de paal staat in de weg. Mulder stond helemaal vrij en ook afspelen op Pompstra was een mogelijkheid geweest. Vrije trap, Werkman in de blessuretijd. Maar door het naschieten blijft de spanning op de wedstrijd staan. Jonge Rosa. Mulder. Naar Pompstra. En Jarburg moet zich helemaal strekken. Corner Dato, de 93ste minuut. Keeper Jarburg mee naar voren. Maar dat levert niets op. ACV wint verdiend.